Een langharige vacht met weinig onderwol bestaat uit lang dekhaar met zeer weinig onderwol. Periodiek verhaart steeds een gedeelte van de onderwol en van de dekharen. Dit wordt ook wel mozaïekverharing genoemd. Voorbeelden van honden met een langharige vacht met weinig onderwol zijn de Cocker Spaniel, de Ierse Setter en de Cavalier King Charles Spaniel. Een grondige verzorging is voor dit type vacht erg belangrijk. Je begint natuurlijk met het aanschaffen van de juiste kammen en borstels, want goed gereedschap is het halve werk. Gebruik de slikkenborstel om de vacht goed door te borstelen. Werk van onder naar boven. Til hierbij de vacht omhoog, zodat je vanaf de huid kunt borstelen. Dit zorgt ervoor dat je dieper in de vacht dringt, waardoor klitten worden voorkomen. Door systematisch te werken, voorkom je dat je stukken vacht over het hoofd ziet. Wees voorzichtig met het verwijderen van onderwol, want hoe meer je eruit haalt, hoe meer onderwol terug kan komen. Met de vachtkam kun je vervolgens controleren of alle klitten uit de vacht zijn gekamd. Mocht er sprake zijn van een klit die niet of moeilijk doorkambaar is, gebruik dan een uitdunschaar om de vacht achter de klit uit te dunnen, waardoor deze gemakkelijk uit te kammen is. En zo houd je de vacht van je hond in een goede conditie.